Goedemiddag. Goedemiddag. Wij zijn de worsten van Babel, zo noemen we onszelf. Omdat we koken heel erg leuk vinden. En vandaar dat we ook hier zijn. Een van de richtingen die je op school kan doen is voeding en technologie. Want wij zijn gewend dat je alleen iets in de supermarkt koopt wat al bijna af is. Maar voordat het in de supermarkt ligt, gaat er een gigantisch proces aan vooraf. En dat is heel interessant. En dan heb je natuurlijk nog de richting voeding en kwaliteit. En dat is super belangrijk, want het kan natuurlijk niet gebeuren dat mensen ziek worden van het voedsel. En we hebben ook nog de richting voedsel en voorlichting. En dat is namelijk heel belangrijk, dat we in Nederland ook de goede keuzes maken. We zijn een kookprogramma begonnen te maken omdat wij heel veel naar kookprogramma's keken op televisie. En wij ons eigenlijk helemaal niet herkennen in hoe die mensen koken. Alles lukt, alles blijft schoon, het is altijd snel, makkelijk en gezond. Ja. Als wij koken, alles vies en dat mislukt wel eens. Wij vonden eigenlijk dat het belangrijkste van koken, dat je dat niet ziet in zo'n programma. Namelijk de lol die je kan hebben met het koken zelf. Maar ook de ontwikkeling en het innovatief zijn. Wat willen we nou dat jullie hiervan opsteken? Wat willen we? Wat is innovatief? Wat is juist heel erg ouderwets? Wij dachten, we gaan hier met z'n allen straks een kip slachten. Is dat iets wat dan, jullie dachten, voor openstaan? Dan hebben we dat een keer meegemaakt. Of we kunnen zonder een soort schuldgevoel dieren blijven eten. Of we worden een keer echt met onze neus op de feiten gedrukt. Daar gaan we. Ja, we laten Leen leven. Wat is nou echt goed? Wat zouden we meer moeten gaan eten in de toekomst? Qua innovatie, qua duurzaamheid. Hij zegt insecten. Zouden jullie daarvoor openstaan om insecten te eten? Ja? Het is lekker warm, dus we dachten we gaan ijs maken. Maar ijs met een innovatieve smaak. Meelwormijs. Want als je ze bakt in een beetje olie, dan worden ze lekker krokant. Gaan ze een beetje naar nootjes smaken. Ga de meelwormen pakken. Weet jullie wat dit is? Stikstof. Om dit te krijgen moesten ze zeggen dat het dokters waren. Ja. En dat is leuk voor jullie opleiding. Hier kan je de vetste smaken ijs maken. En in principe als je dat basisbeslag neemt kun je er alles bij doen. Ja. Au. Als je een boybandclip wil opnemen ooit, dan kan je dit ook gebruiken. Dus dit noemen we nou innovatie. Hè? We zijn ijs aan het maken, meelwormenijs, dus heel duurzaam ijs, goed voor het milieu, de toekomst. We hebben ijs. We hebben ijs! En we willen jullie eigenlijk allemaal ook bedanken dat jullie deze opleiding doen, want jullie zijn de toekomst. Dankjewel! We maken er één grote puinhoop van. Dat mag ook, toch?